Yo dat mensen, mijn naam is Dylan en welkom bij weer een nieuwe Pixelmon Community Survival. Ik ben hier samen met Teun, oftewel Teun TV. Hey. Blip! En ik ben hier samen natuurlijk met mijn wederhelft Don Gamer hier. Ja als toch. Station. En moet je kijken of de klein. Als wij vliegen komt hij aan op zo'n blopje. Ja, later, doei Teun. See ya. Ja, en ik heb nog steeds een super awesome Charizardo. En ja. Goed, we kunnen eigenlijk beginnen, want we hebben eindelijk een keer een 24-7 server. Dat wordt hartstikke awesome. En dat gaat dus ook binnenkort tijd worden om gewoon meerdere trainers natuurlijk laten bijkomen. Toch? Ja, ja, ik vind het een goed idee. Doen. Ja, meerdere trainers komen er natuurlijk dan weer bij. En dan mogen ze zelf opnemen op de server. En dus wil je meedoen, dan moet je dus een bericht sturen naar Don. Ah nee, niet dit alweer. Of zijn Twitter, dat vindt hij hartstikke leuk als jullie dat doen. Nou, je hoort al aan hun gelachten dat je dat niet serieus kan nemen. Jawel, stuur me even net door van, hey, ik wil meedoen, ik kan goed minen. Nee, goed, Dylan. Goed. Nee, goed. In ieder geval mensen, als je wilt meedoen, kun je altijd een berichtje achterlaten. En af en toe, als we zin hebben, pikken we er iemand uit. En dat gaan we misschien in de volgende doen. Ik ga wel proberen om in de volgende episode een nieuwe trainer te vinden. Of gewoon een extra speler, dus zullen we dat dan wel even doen. Ja. Goed. Don en ik, wij zijn even bezig met de farm natuurlijk aan ja, het oogsten. Ja, die farm is kei groot, man. Ik was vergeten hoe groot die ook weer was. Ja, het is echt kut dat je met shift op het lopen of dat niet meer. Je nee, je kan er gewoon overheen rennen. Maar je moet er gewoon niet op springen. Want dan fuck je die shit up. Fuck jou op. Iedereen is fucked up. Ja. Yeah. Ik ga even een boompje omhakken. Wauw, goed gedaan, Teun. Je bent toch lekker bezig. Ja, hoppa. Zeker. Als we jou toch niet hadden, man. Er stonden alle bomen er nog. Ja, we moeten nog steeds voor die Pokémart mod even zoeken. Ik zag in mijn reacties dat die er helemaal niet was. Nee, maar ik heb wel een shop zeg maar, kan je maken. Hè? Je kan het zelf maken met emeralds en zo, met van die mannetjes, weet je wel. Ja, dus dat kan wel. Dat kunnen we doen en dat gaan we dat ook zeker doen. Nou, oké, de farm staat om. Ja, tering. Ik heb echt 2,5 stack aan fucking weed. Ik heb echt te veel shit, ouwe. Dat komt nog door die ene, die Slaughter of zo heet het? Ja, Slaughter. Ja, zoiets. Wat is Slaughter dan? Dat je alle beesten killt in de server in één keer. Want dat moest ik toen doen, anders kon de server niet goed gestart worden. Oh, handig. En daardoor kreeg ik in één keer een, ben ik echt kapot veel feathers en shit hier. Ik ga even een chest neerzetten. Ik zet wel voor buiten neer, waarom zou ik... Ik ga het in mijn eigen huis zetten. Fuck jullie, bros. Nee, ik wil ook feathers. No. Nee. Ik zie jullie bij mij. Ik ga naar mijn huisje toe, jongens. Ja, doe je ding. Ik ga denk ik even mijn Pokémon trainen, want... Zullen we een battle houden een keertje? Ja, Don, we houden even een battle. Ja, is goed. Laat eens mijn huisje zien. Dit is mijn huisje. Het is klein. Ik heb het dak nog niet goed gefixt. En ik heb echt een vette tv. Don, ik was naar binnen. Maar sinds wanneer heb jij een tv? Ja, ik heb mijn big screen tv gefixt hoor. Oké, wacht. Je weet niks, Ik kom eraan. Komt die aanvliegen, laat ze Pharaoh. Hier, ik heb een mooie boom bij mijn huis. Don wat trouwens naast dorp met buurman natuurlijk. Ja? Uiteraard. Oh, kut. Ik heb veel picks eruit gegooid. Oh god, oh kut. Don raakt in paniek. Oké, okay, ja. Haha. Wat is die screen? Kijk, dat is mijn tv en dit is mijn bankkoes. Kom gaan chillen, Don. Je hebt een S op je bank. Ja, weet ik. Wat swag. Ik wil dan maar zitten. Kijk, Don en ik hebben een bankje, je weet zelf. Je weet ja, zelf. Toe, lekker. Maar Dylan, welk huis is nu van jou dan? Je hebt met die kale boom. Eet je met de boom? Ja, die boom die ik heb omgehakt dus. Wat? Nee. Wat? Waar heb je het over, dude? Het is echt een kale boom. Nee, die kale boom. Oh. What the fuck? Oké, okay, nou, laten we even een strijd houden. Is goed, ik zie je buiten. Ja, ik sta voor de Poké Center. Oké, wacht, ik kom maar aan vliegen hoor. Oké, we moet doen een zeg regel. Maar, ja, de je eerste, moet... je bovenste Pokémon moet je gebruiken. Oh, die moeten we gebruiken? Ja, anders kan ik wachten tot jij als eerste iemand Pokémon Nee, maar ik zat kiezen. Eraan te denken, zeg maar, gewoon kies een Pokémon en dan gooi je hem gewoon eruit. Dat is goed. Oké. Okay. 3, 2, 1. Oh nee, hij heeft een fucking... Wat heb jij? Een Gyarados, oh god. Oh, ik heb een Pokémon die geheeld. Oh nee. Oké, wacht. Ice. Ja, dat is super effective. Oh. Holy shit, Dragon Rage! Wat niet super effective? Maar hij is Frozen Solid. Maar wat is dan wel goed tegen fucking... Is grond goed? Nee. Eigenlijk moet ijs gewoon goed te zijn, maar dit is echt ijs heerlijk. Hoort goed te zijn. Hij is Frozen Solid, hè? Ah, dit is zo gay. Come on, Powder Snow! Kom op, hij is Frozen Solid, stop it! Stop it! Dat is echt zo unfair, jongen. Dat blijft echt...
Nou! Hoezo, jij staat voor hoor. Huh? Ja, nu niet meer. Nee, oh, oh. Nee. Kom op, oh, nog nee, steeds Frozen Solid. Yes! Oh, what the fuck, jongen? Oh! Oh. Allebei dood? Oh. Hè? Nee, jouw is fainted. Op mijn beeld. Dood. Tenminste, dat stond in de tekst. Ja, fuck you, man. Lucky bastard. Oh, good job. Die is dood. Je zwijnt op als het goed is. Hopelijk, ik mag waarschijnlijk de eerste... Wat, waarom mag jij de eerste aanval doen? Dat is bullshit. Omdat Charizard sneller is. Ah. En Poliwhirl gaat met zijn water typen, denk ik. Ja, tuurlijk ga ik met mijn water typen. Oh, Torterra in the building! Oh, kut. Oh. Lucky Rose Solid net, jongen. Dat was zo batty. Even kijken. Gaat ze vuur Pokémon doen, maar dat is een hele lage vulpix. Ja, dat is een level 16. Wow. Daar schiet ik niks mee op. Drowsy. Laat hem zeker in slaap vallen of zo straks. Nee. Oh, dat mag. Oh, dat is OP. Dat is echt vals. Maar ik heb deze tegen jou. Bam! Holy shit! Oh, daar gaat Drowsy. Ja, ik heb natuurlijk Dark aanvallen. Wel vet. Hey, kijker... Oh my god. Want een van de kijkers zei ook tegen me van... Jongens, waarom doen we de battle tegen elkaar? Weet je? Dus nou, nu wel dus. Dikke battle nou dus. Ja. Ik kan niet zien wat mijn attacks zijn. Of dat zijn de normals. Oh my god, heeft hij die. Octopus. Kom dan, Don. We gaan je pakken, Don. Mirror move. Dat was echt een foul. Oké, okay, oh, Golem. What the fuck? Nou, ik Electroball. It had no effect. Holy shit. Oké, okay, eens even kijken. Sorry. Ziek vet. Ah, come on. Een fucking withdraat hij hem weer. Ook die mij aan de kant. Die fucking Rock Blast deed gewoon geen ene anus, man. Nee, maar dit is deze bullshit. Eigenlijk moeten we dan gewoon even een aantal regels opzetten. Dat is normaal. Dat zijn Poké Battles. Switcherino's. Yeah. Oh, dan gaat hij zelf switchen. Ja, en dan ga jij weer switchen. En dan, Dus dan krijg je dus op eigen gegeven moment een winnaar. Oh god. Dat betwijfel ik ga doen. We willen gewoon goede pakken, jongen. Rhydon, oeh. Wat, dat deed gewoon niks. Wat de fuck, een Rhydon, wat is dat ook weer? Dat is een grond, toch? Ja. Nee, Rhydon is steen. Gaat hij weer, withdrawal meteen? Wat een faggot. En ook weer eens Rock Blast. Fuck you. Ja, dat had ik ook, jongen. Oké, doe dit nu. En dan maak een keuze, bitch. Maak een keuze. Dat is goed, ik maak een keuze. Oh, dit is wel, zo gay, Bubble Beam doet nog best veel damage. Ja, what the fuck? Hij is ook hoog level, Empoleon. Komt hij met zijn golem weer. Maar voor golem ook een leuk verrassingje. Echt een leuk, als ik eerder mag, dan heb ik een leuke verrassing van jou. Hoppa! Oh, low kick, holy shit. Wow, yo. Kom op, bitch. Kut, come on, hit hem. Ik leef. Oh. Ik leefde. Nou, hij heeft 0 HP, je bent niet serieus, man. What the fuck, deze battle? Wat is ook een Dratini? God, ik heb geen Electro. Maar niet uit, jongen, fuck it. Ik moet even denken nu. Laat je Golem gewoon doodgaan, man. Nee, man, fuck dat. Oké, komt-ie. Vulpix, oké. Ik kan er niks mee. Het upper damage, man. Oh, hij is doodgegaan. Oh, hij is al dood. Ja, hij is al dood. Kijken of dit werkt, hoor. Okay, gewoon helemaal niet. What the fuck? Je hebt elke keer 0 HP, zie je dat? Ja, hij heeft 3 HP. Fuck. Hij heeft nu 3 HP, hoor. Doei, doei. Oh, ja. Oh, Dratini gaat hem, jongen. Ja, maar dit is kut. Jongen, wat niet uit. Dragon attack. Go. Wow. Holy shit. Maar dat gaat de code. Rock Blast is fucking hard. Empoleon, fuck it. Dragon Rage! Untje. Kijk, Teunen daar staat. Deze overleveringsdeel ons feit. Waarom werkt het? Oh, Dratini, dat werkte wel. Oké. Okay. Pardon. Is het je laatste Pokémon? Ja, dit is mijn laatste. Hoeveel heb je er nog dan? Nog 3. Oh. Dit is fucked up. Jij verloor hem. Nou, nog niet. Oh, what the hell? Zo weinig damage? Oh. Dit is gewoon meer damage. Wat? Hoe kun je meer damage? Is jouw niet grond dan of zo? Wat? Bring it, bitch! Bring it! Brian, die shit! Mega Drain, fuck off, bro! Oh. Brian! Slaat het op! Je gaat winnen, Don! Don gaat winnen! Dit is niet eerlijk! Come on, Bubble Beam! Ja! Oh, ik heb verloren! Dit weet je toch niet?
Oh, wauw. Zo mooi. Come on, Bubble Beam, come on! Nee, come on, gooi die bubbels tegen zijn anus aan! Huh? Ja! Nee! Nee! Huh? Oh. That lucky bastard. Oh, so close. Goodbye. Ja, ik vond hem mooi. Oké, buig die shit. Oh, god. Teun, nu jij? Nee. Holy shit, joh. Echt opeens mijn fucking Empoleon went ham. Guys, waar moet aluminium ignit? Wat? Aluminium. Doe anders bij gewoon die iron ingot. Oh, je wilt trouwens. Wat is aluminium? Want die ken ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Maar what the fuck, joh. Die Empoleon. Die grass attack deed gewoon eens damage. Nee, dat viel me ook. Ik zat ook even van what the fuck. Misschien is die ice Pokémon, daarom. I don't know. Ik moet echt gewoon meer leren wat dat betreft, van wat is goed tegen wat. Want ik kan af en toe Pokémon's ken ik niet herkennen van wat door, wat is. Ik zie door naar boven vliegen, ik naar beneden. Hé, ik zie een Electra-kit. Die wil ik hebben. Oh kut, ik heb geen Pokéballs. Een Electra-kit wil je? Ik ook niet. Ik heb er nog twee. Fuck it, ik ga wel even een aantal Pokéballs maken dan. Ja, is goed. Dan kun je best eentje lenen voor die Electra-kit of zo hier zag. Nee, fuck it, die blijft toch wel zijn. Of, weet daarom. Je niet hoor. Weet fuck je it. Niet? Nee, fuck it. Maakt niet uit. Oké, ik weet niet wat ik moet doen in deze episode. Dus ik denk dat ik mijn Dratini... Ik moet mijn Dratini trainen tot de Dragonair. Ga weg. Kijk, het was toch met Iron Ingots en... Kijk, Iron Ingots en dan die cooked shit. Ik weet het niet meer. Ik moet ook even kijken hoor. Apricorns pak ik er even bij. Oh, Twister. Ik vind dat chill. Dankzij jou had ik heel veel XP gekregen. Van die ja, 5. Ik heb ook echt dik veel XP gekregen. Vooral met Dratini, weet je. Die heeft gewoon 3 Pokémon van je gekild, die Dratini. Ja, maar je Dratini is kapot sterk, man. Ook al is hij maar level... 25 nu. What? What? Oké. Okay. Het is net dat hij sterk is. Ik krijg dat nee, nu krijg je mijn persoon op mijn kanaal ook even te zien hoe je dus een Poké lid maakt eigenlijk. Gewoon alles. Ah, man. Maar je hebt nog geen Pokéballs gemaakt. Ja, ik weet wel hoe ik ze moet maken. Want ik heb het even gewoon een keer uitgezocht in een Pixelmon Survival. Gewoon even in mijn eentje. Mm-hmm. Grootste bullshit trouwens van die fight van net door. Dat was wel echt gewoon die frozen solid. Fuck off. Eerlijk, ik ga mijn Swinub gaan keihard trainen. Ja, hij was gewoon frozen solid voor fucking 6 beurten. Ja. Ja, maar ik deed het ook 2 keer achter elkaar, dus misschien ging hij achter elkaar door, zeg maar. Ja, ik weet het niet. Dat is wel echt heel buddy. Normaal is Frozen Solid voor 2 of 3 beurt, gewoon 6. Mhm. Dude. X. Oeh, kut. Dat moet ik niet meer doen. Ik heel vaak roep mijn Charizard terug. Ik pak die Pokéball lid zichzelf op voordat ik het pak. Ja, of je moet gewoon hier niet naar binnen komen, zodat ik lekker aan de bak kan. Fuck you, man. Ik ben toch maar Pokémon hier. Ik ben toch bezig. Pokémon? Pokémon? Zo. Oké, ik heb nu 7 lids. Even kijken, pocky, hoe maak je ook weer die onderkant? Gewoon zo. Met die, met de iron. Oké, wacht even, doe iets checken. Mijn huisje is hier. Ik ga iets leuks doen, jongens. Puur uit verveling, ja, let op. Ik ga hier helemaal omhoog, hoe hoog ik kan vliegen met die Pokémon. Dat is echt super cool. Hé, zullen we het anders gewoon doen? Degene die Pokéballs wilt, maak ze zelf maar ofzo, of... Of je gooit ze gewoon allemaal in het tekst. Ja, dus Don's beurt een keertje. Nee, maar het is een suggestie. Als ben je het er niet meer eens, moet je het mee zeggen. Nee, ik ben er niet mee eens. Nou, oké. Okay. Vorige keer waren Ten en ik al weer aan het hakken. En toen kreeg Don ook. En nu is Don aan het hakken. En wie had het toen ook weer kapot veel gehakt? Arjan, ja. Die had echt gewoon echt een half uur lang zat hij dat gewoon te doen. Dan zat ik echt, Arjan, please, what the fuck heb je jezelf aangedaan? Hoezo? Ja, hij begreep het gewoon echt niet. Je hoeft het niet de hele tijd te doen, hè? Oh. En dat bleef maar doorgaan. Harde werker. Ja, dat is goed hoor. Dat hebben we nodig. Dus ben jij een harde werker? Kun je laat het gerust achter in de reacties. Ja. Want wij hebben extra veel Pokéballs nodig. Oh, level. Huh, wat is dit? Mega Rage. Buttons had ik ook nodig, hè? Ik heb Bauxite Ore of zoiets. Wat is dat? Wat? Hoe maak je een button? Bauxite Ore. Het is een soort geelachtig iets. Dat is fucking raar spul. Wat voor oor? Bauxite. Ja, dat is ook zo'n Pixelmon ding. Nee, maar dan met een X in plaats van die Z. Zeg maar. Oké. Okay. Hoe maak je ook weer een button? Gewoon één steen in het midden. In het midden? In het midden. Gewoon stone, een, hè? Een koppel. Oh, gewoon stone. Ja. Ik weet niet, gewoon stone of cobblestone, I don't know. Gewone stone. Cobblestone, dat werkte namelijk niet. Nou, dan is het gewoon stone. Ja, donderkok-kobbler. Gabbel, gabbel, gabbel.
Gabba 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 gabba. Moet ik daar echt op wachten? Fuck it, dan maak ik nog even een aantal extra. YOLO. Polo. Huh? What the hell? Is de level omhoog voor dat? Oh, die magic car? Corp? Oh. Corp. Fuck it, ik maak er gewoon 4 voor iedereen. Dus uiteindelijk 12. Oh, wat lief. Ja. Ik heb best wel veel van die bauxiet gevallen oor. Ik weet niet wat je ermee kan als je er wat sommige mensen. Sommige mensen vragen waarom doe je soms met hun en soms met anderen. Het is gewoon, we hebben zeg maar een soort een WhatsApp, of niet WhatsApp, een Skype call. Het is van, yo jongens, wij gaan lekker opnemen voor de gezelligheid. Wie wil er meedoen? Nou, als sommigen er niet zijn, dan... Dan kunnen ze ook niet opnemen. En we gaan echt niet echt op iedereen wachten. Dat is gewoon struggle 9000. What the... Dat is niet de moeite waard. Dus we nemen gewoon op, zeg maar, met de mensen die er op dat moment zijn. Wat de... Hell zit hier. Wat de fuck? Misschien kan je uitleggen hoe het eruit ziet. In plaats van dat mijn kijk is gewoon echt een stem horen van... Ja, Teun. Ja, gewoon een gekke Pokémon onder de grond of zo. En hoe heet hij? Maar hij is Spaceman, want hij wordt geattackt. Wacht, ik ga even kijken. Ik kan het niet goed zien. Because I don't know what I've been told. Een Clefairy en een... Oh, Clefairy. En nog een die doodgaat. Een... Ik dacht, je hebt iets speciaals ontdekt, maar nee. En nog één gare Pokémon. Dat is een Lickitung. Oh, Lickitung is cool. Die heb jij ook. Oh, het zijn mijn Pokémons. Huh? Ja, gare Pokémon. Oh, het is mijn Pokémon. maar ik kan niet eens switchen voor Pokémon, dus hoe kunnen hun gespant zijn? Hey, maar Torterra, man. Ik ben boos op Torterra. Hij heeft me teleurgesteld. Oh. Sorry, Don, ik heb het wel. Nee, hij heeft dingen gekild van jou, je Drowsy. In one hit. Max Pokémon, pijltje opzij, hoppatee. Zo krijg je dus feathers, dus van Pidgeotto. Als Pidgeotto's doodmaakt, krijg je feathers. Zo, oké, het is gefixt. Gedaan. Oh, kijk hier, what the fuck, ouwe? Een Quilava. Die ziet er echt super cool uit. Dat is een vuur, toch? Ja, man, dat is de evaluatie van Cyndaquil, level 27. Dat is cool, maar ik ga hem doodmaken. Yo, by the way, ik heb voor iedereen even poké-shitjes gemaakt. Pokémon shitjes. Shitjes. En nog een keer. Bioscoop. Ja, Gyarados, doe! Ik moet even ladders maken. Ladder? Ja, ladder. Ladder. Waarom is het ladder? Ja, voor mijn huisje. Ja, dat gaat niet. Wacht, Teun, sta stil. Ja. 4 pokeballs. Hij gaat weer een gigantisch huis bouwen, hoor. Nee, daar heb ik over nagedacht. Dylan, waar ben jij? Ik ben even weg, ik ben even aan het fighten. Ik kom zo meteen naar het Pokémon Center. Ja, is goed. Dan ga ik even die Elekid weer even zoeken. Elekid. Oh, Hammerarm. Holy shit, man. Die sterke, die Rhydon. Oh, ik zie hem. Oh, wacht, hier, wat houdt. Hoppa. Oké, wat zal ik er dan tegen gebruiken? Misschien Ice of zo? Doe gewoon Dragon Rage. Dragon Rage als Opinus. Oef. What the fuck? Dit is zo OP. Flame Burst hem! Go Charizard! Use Flame Burst! Dat goed gedaan. Hey yo, ik kom naar de spawn toe, jongens. Hoe maak je ook weer een trap? Een trap, toch? Gewoon ik heb letterlijk hoe je een trap zou maken. I guess. Ja. Nou, Don, what the fuck? Een mooie uitleg. Hoe maak je een trap? Ja, zoals je een trap zou maken. Ja. Ongeveer. Ik bedoel, ja, gewoon echt zo'n vorm, dat je zeg maar, ja, weet je. Dat moet je opgaan. Zo'n diagonaal en dan eronder veel. Oh, we zijn onze vriendelijke Snorlax kwijt. Tering. Hey, ik zie Don met de Elekid vechten hier, oh. Ik kom even storen, Ja, nu is hij goed. Nu eten. Goed. Ik heb geen eten. Come on, vang hem, bitch. Vang hem. Hoi, Don. Ik wil die Electro Pokémon. Die mij in beeld? Ja, fuck off. Ik denk dat ik hem heb. Ergens. Ik denk dat ik hem fucking niet heb. Are you kidding me? Heb je al je Pokéballs gebruikt? Nee, nog niet. Ah, dit is bullshit, man. Dan moeten we echt sterkere balls maken. Zoek de Elekid. Ja, hij staat echt letterlijk. Oh god. Zoek de zwerm weg. Ja, dit is bullshit, man. Uh-oh. Ik heb al 3 Pokéballs er tegenaan gegooid en die teringleier gaat er niet in. Oh. Fuck dat. Oh, doe die ook. Wacht hier, dan krijg je 4 balls hier zo. Oh, je hebt hem gekild? Ja. maar ik ga echt niet dan ballen verspillen, ook al heeft hij echt 1 mm HP. Dan denk ik echt, ja, what the fuck, hij gaat er toch niet in. Ik denk dan echt dat we sterkere balls nodig hebben. Ben je Raichu, Don? Wil je geen Raichu? Waar hebben we het eten verstopt? Level 45, yo. Hier. Holy shit. Oké. Die is dope, hoor. Wacht, stop, voordat je gaat feiten met hem.
Ja. Ga jij het zeker doen? Nee, ik geef je 3 balls. Oh. Achter je. Oh, oké. Okay. Achter je. Dan heb je tenminste nog een kans, weet je. Aight. You owe me 3 balls, man. Ja, is goed. Okay, ik heb even 8 Pikachu, wat leuk. Oh, kijk hoe schattig die Pikachu is. Oh. Holy shit. Oké, okay, ik moet even kijken hoe ik dit ga doen. Oh, kut. Pikachu is in fight aangegaan tegen mijn top 10 afgelopen 38. Sorry, Pikachu. Waarom? Weet ik veel, hij viel me aan. Oké, even... Kom op, Don. Je kan het. Ja, ik zit hem de hele tijd te rockblasten, maar het duurt echt super lang. Maar dat is juist goed. Ik zie het, jongens. Ik zie het. Oh, Raichu. Beter. Ja, ik weet niet, man. Hij is boven level 40, dus ik weet niet of die shit werkt. Ja, tuurlijk. Het werkt wel. Komt goed, het werkt wel, maar niet vaak. Moeilijk. Het doet goed damage. Als je sleep of zo hebt, dan moet je hem laten slapen. Wil je hypno gebruiken om hem te laten slapen. Dat lukt. Dat is... Oh, nice. Ja, hij is nu heel erg low, dus ik ga nu even kijken. Drowsy. Je hit steeds van 40 trouwens, Rockblast, hè? Je hebt nog 20 HP, dus je had het nog kunnen hitten. Oh ja, dat zie ik niet, wat de exacte HP is. Even kijken. Ja, dit heb Hypnosis. Ik gedownload. Come on, fall asleep, je kakzakker! Heeft hij je gekild? Ja. Oké, okay, dus jij zegt dat ik hem nog 1 keer kan hitten? Ik kan het, ja, het is een gok, maar ja, ik probeer eerst 1 Pokéball te gooien. Ja. Oké, okay, Pokéball. Als hij niet blijft zitten, dan Oh! Spannend! Ik moet die electro shit hebben. Die bal ligt ook echt op je hoofd. Ja, ik zie het. Nee, for fuck jingles. Oké. Okay. Eén rock blast. Come on. Come on. Dood. Fuck sakes. Jammer. Dat is de critical hit, ja, hè? Nee, ik ben wel super omhoog gegaan. Oh, ik heb bulldoze gekregen. Oh, die is sterk. Is ground. Yo, in ieder geval, ik vind het wel een goed moment om gewoon af te sluiten bij de Pokémon Center. Ja, inderdaad. Dat, ik ben onderweg, ik vlieg er nu naartoe, op deze manier. Ik heb 1 Pokéball nu van je gebruikt. Ja, geeft niet. Ah, bewaar maar eventjes, want ik heb er nog 3, weet je. Nee. Oh, joh, anders wordt het super verwarrend en shit. You don't want to owe me some balls. Nee. Ik weet het, waar de fuck ben je? Oh, je bent binnen. Trouwens, Pokémon Center. Onze Pokémon zijn natuurlijk geëvalueerd, hè? Ja. Dit kijk eens niet. Jawel, want ze zien gewoon, ze zagen net de hele tijd Golem in hun beeld. Oké, okay, goed. In ieder geval, jongens, tijd om af te sluiten. Ik vond ook dat jullie genoten hebben. We doen nog even een Pokémon Showcase, zoals altijd. Oh ja. Ik ga natuurlijk een mooie spot zoeken. Ja, maar mijn Hypno is dood. Je hebt ruimte nodig, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Mijn Hypno is dood, maar fuck dat. En wat de fuck, Teun, heb jij dat gebouwd achter het glas ding? Ja, daar ben ik mee bezig, maar dat wordt allemaal weer weggehaald, zeg maar. The fuck is dat voor Linux? Maar goed. Ja, dat wordt allemaal gefixt. Nu wil ik het ook wel even zien. Oh, dat. Oké. Okay. Dit, Electabuzz, Maraidon. Ze vliegen allemaal naar boven toe. En natuurlijk, de roadblockers. Kom eens aan. Yo. Jezus. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. En dan zien wij jullie gewoon terug in, volgende Pixelmon Survival Community ding. Ja. Oké, mensen, even kijken, dan was het tot ziens later en doei! Hoi!